Wethouder Corrie Verree Oud-Ammerveld is tijdens de gemeenteraadsvergadering door een meerderheid van de raad op de vingers getikt. Een overschot van 750.000 euro op de begroting van werkzaak wilde het college bij de instelling houden. Verschillende partijen waren het hier niet mee eens en willen dat het geld teruggestort wordt in de gemeentekas. Er is geld over en dat dat dan al op voorhand wordt besteed aan andere zaken, alvorens dat met de raad te overleggen, vind ik buitengewoon vreemd. Het is toch zo dat wij hier met z'n allen hebben afgesproken dat er een begroting wordt ingediend, vervolgens komt er een jaarrekening. Als er dan geld overblijft, komt dat netjes terug naar de gemeente. Wil een gemeenschappelijke regeling, in dit geval de werkzaak, wil die innoveren of investeren, wat dan ook. Kom gewoon daarna, of voor mij maar tegelijkertijdig, kom met een voorstel. Dan kunnen we dat als raad op merites beoordelen. En dan kunnen we kijken wat we ermee doen. Maar dit is gewoon, dit wordt ons nu maar opgelegd. En dit is niet volgens afspraak. Kijk, als het tegen de plinten opklotst, het geld, ja, dan kan je zeggen, ja, tuurlijk, geef ze wat meer ruimte. Maar dat is er gewoon helemaal niet. Je moet echt goede afweging maken. En misschien komt het erop uit dat we uiteindelijk wel voor zo'n innovatiefonds kiezen. Maar dan wel op basis van een goed gedegen plan. Werkzaak is een nieuwe organisatie. Ik ben blij met de complimenten die hier zijn gegeven door toch een aantal partijen, want er is buitengewoon goed gedraaid. En als je kijkt naar de kosten per cliënt die nu er zijn, dat was 4400 euro gemiddeld per gemeente toen de gemeentes het zelf deden. En nu komt het op nog geen 3000 euro uit. Dat is echt een significant verschil. Terwijl ook de uitstroom en de instroom die er is, die is sowieso lager dan landelijk. En ook de uitstroom, die voldoet op een aantal punten niet aan de verwachting, maar gaat op een aantal punten wel eroverheen. Dus wat dat betreft is werkzaak goed bezig, draait een goede omzet. En die omzet die kan gerealiseerd worden door te investeren. De plannen en de manier waarop mensen aan het werk gebracht worden, die kosten geld. En hoe moeilijker mensen aan het werk te brengen zijn, hoe meer geld dat kost. Maar hoe moeilijker mensen aan het werk te brengen zijn, hoe meer subsidies er binnen te halen zijn. Landelijk, Europees, volop. Maar daar staat altijd cofinanciering tegenover. En daar werden we dit jaar mee geconfronteerd. Ik meen ergens in februari, maart, dat wij werden benaderd door het ministerie van Sociale Zaken. Van jullie hebben nog geen ESF aangevraagd en jullie hebben kans op 1, zoveel miljoen. Waarom doen jullie dat niet? Ja, omdat we de cofinanciering nog even missen. Maar die cofinanciering die komt terug. Dat geld dat komt terug. Alleen op dat moment moet je het wel voorschieten. En dat was meer dan 5 ton. En toen hebben we als AB gezegd van dit moeten we gewoon in de begroting opnemen. Het kan niet zo zijn dat als er een kans voorbij komt waarbij je 1,5 miljoen binnen kunt halen, dat je die moet laten liggen omdat je eerst naar alle gemeenteraden moet om toestemming te gaan vragen om dat geld uit te geven. Want er zit ook een deadline aan het indienen van zo'n projectvoorstel. We hadden een maand de tijd om een voorstel in te dienen en cofinanciering te regelen. Nou, dat was niet gelukt als we langs alle gemeenteraden hadden gemoeten. Mevrouw Sonstoog-Tenteren. Ik snap wat de wethouder zegt, maar als u dan in februari al wist dat dit eraan zat te komen, waarom heeft u ons dan niet actief meegenomen met het hele verhaal? Dan hadden wij dit nu niet vandaag allemaal te horen gekregen. Dan had u dat in februari al met ons kunnen delen en dan hadden we dan al met elkaar van gedachten kunnen wisselen of we hierin mee wilden gaan, ja of nee. Ik hoor de wethouder zeggen van nou, het kan en het mag. Ja, het kan en het mag, maar ik denk dat hier vanavond het duidelijk wordt dat merendeel van de raad het gewoon niet wil.